Hey hallo, wat leuk dat je er weer bent. Vandaag leren we alweer de derde letter van het alfabet met Ravi de Ruimtebeer. Heb je de eerste twee letters A en B al goed bekeken en geoefend? Anders kun je deze video's nog terugkijken op ons kanaal. Vandaag beginnen we met de letter C. Ben je er klaar voor? Yes! Wat komt daar nou aangezwommen? Een vis! En niet zomaar een vis, een clownvis! Met twee kleintjes erbij. Clownvis begint met de letter C. En de clownvis heeft mooie kleuren. Oranje, zwart en wit. En hij leeft in de zee. Jij weet vast wat dit is. Een cadeau. Cadeau begint ook met de letter C. En een cadeau krijg je meestal als je jarig bent. Wat zou erin zitten? Wow! Een hele mooie speelgoedshovel. Wat staat er op jouw verlanglijstje? En daar was de fruitkraam alweer. Dit keer zijn we op zoek naar fruit met de letter C. Raad jij het al? Ja, citroen begint met de letter C. En deze C spreek je uit als S. Dit ruimteschip vliegt een hele mooie cirkel. Cirkel begint ook met de letter C. Wil je ook nog andere vormen leren? Bekijk dan even de vormenvideo op ons kanaal. Yes! We hebben alweer de derde letter van het alfabet geleerd. De letter C. En we hebben geleerd dat je de letter C op twee manieren kunt uitspreken. Soms klinkt het als S en soms als K. Luister nog maar eens. Clownvis. Cadeau, citroen, cirkel. Je hebt goed meegedaan. Tot de volgende keer. Vond je deze video leuk? Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en like deze video.